We zijn hier aangekomen bij een van onze schuurbomen. De schuurbomen die zijn heel belangrijk voor olifanten eigenlijk. Zeker deze schuine bomen. Hoe ruwer de oppervlakte, hoe beter dat is eigenlijk voor zo'n olifant. Dode huidcellen worden ermee, kunnen ze er afschuren, maar ook bijvoorbeeld teken. Als er ergens teken zitten of muggenbeten of zoiets en ze willen die schoen krabben, dan zijn deze bomen eigenlijk ideaal geschikt. Bijvoorbeeld hier kan Kaimoek gaan staan. Dus zij kan niet deze stukje gebruiken om te schuren. Deze stukje is bijvoorbeeld voor metagoe. En dat stukje bijvoorbeeld, dat kan een dumbo dan gebruiken. En daartussen zit je ook in op je opjo natuurlijk. Dus volledig die boom heeft zijn nut voor alle olifanten. Hier hebben we natuurlijk gewoon de mooie rotswanden eigenlijk. Over heel het perk, of bijna over heel het perk, hebben we ruwe rotswanden. Ook deze wanden zijn heel goed voor olifanten, voor hun huid. Dus gewoon dat ze de flanken bijvoorbeeld kunnen schuren. Voor mensen zou dat niet goed doen, denk ik. Over die olifanten die vinden dat, ja, het einde. Hè. We hebben daar hebben we nog een rechte schuurpaal eigenlijk. En iets wat ze daar kunnen, is ook de flanken natuurlijk die ze kunnen schuren. Maar ook het voorhoofd. Omdat er op het voorhoofd dikwijls dode huid is. Vrij veel dode huid. En daar wrijven ze dan wel tegen. Deze rotspartij die kan ook gebruikt worden, ook voor de buik bijvoorbeeld. Of voor hun poep te wrijven. Hey, olifanten nemen ook jeuk op hun achterste. En dan als ze er zo wat tegen staan, ze wrijven wat. En jeuk opgelost. Dus voor elke olifant, voor elke lichaamsdeel van een olifant, hebben ze wel een mogelijkheid om te krabben eigenlijk.